Welkom bij de Houseboat video's van Zwerven met Jukkie. We gaan het eens even laten zien hoe dat nou precies zit met de drijvers. Vandaar naar, kijk hoor, dat is 19 centimeter. En dan naar de onderkant, echt helemaal het onderste gedeelte. Zo. Waarvan ons gedeelte, als je nagaat, hè? Dit is de drijver tot hier. Dat is zo'n 50 op specificatie, maar dat is denk ik tot hier. Hè? Maar tot hier, zeg maar, hier heeft hij de meeste lucht in de kamer. En dat is zoals eigenlijk nog dit ding. Hè? Maar het onderste gedeelte, dat loopt helemaal rond. En als je dan ziet dat dit de helft is, dus dit is onder water. Nee, wacht even. 19. Dus dan moet ik wel even goede dingen doen. 44 is 34. Oh nee, 24. Eentje eraf is 25. Zie je dat? Dus. Dit vinger. Dat is de totale hoogte van het drijf. En dit is hoe ver die in het water zit. Zie je dat? Maar het is eigenlijk maar zo'n stukje, wat je hier hebt, zo'n stukje, wat de volle breedte heeft. En dat andere, wat eronder zit, dat is veel smaller en dat loopt helemaal zo. Ja, dat zit zo'n apart. Ja, dat kun je hier zien op de tekening, of op de foto die ik heb gemaakt, hoe dat nou in elkaar zit. Dus dat gedeelte wat onder water zit, is eigenlijk nog kleiner qua oppervlakte dan wat boven water zit. Stel nou dat het waterpeil tot hier zou komen, zo. Dan zou die nog gewoon drijven, niks aan de hand. Alleen dan zit het hout en het terras en alles zit wel heel laag. Maar dan blijft hij gewoon drijven nog, hè? Want het ding zit helemaal vol met lucht. Dus eigenlijk zou die qua gewicht, zou die nog wel meer dan zeg maar het dubbele van wat hij nou weegt, zou die kunnen hebben. Als je nou kijkt, we hebben al het hout voor het vlot. He, er komt een vlot bij. Of misschien heb je ook al wel gezien dat die er al is. Hebben we hier aan boord liggen. Dus het is nou extra zwaar. En die groene platen zitten nog tegen de kant aan. En als je dan kijkt hoe die in het water ligt. Hij is amper gezakt. Zie je dat? Amper. Dus dat merk je helemaal niet. Dus je ziet wel, elke paar honderd kilo die we aan boord, want dit is toch wel, ik denk wel 300-400 kilo aan hout, dat zie je haast niet. Dat is misschien maar een millimeter op al die drijvers. Misschien 2 of 3 millimeter, maar het is maar een beetje. En dat hout gaat nou van boord. Dat groene, die platen, die gaan eraf. Hè, die gaan we verkopen, die gaan ook weg. En dan komt dan het andere voor in plaats. Ik denk dat dat wel zo'n beetje om het even is dan. Hè? Dat het dan wel zo'n beetje gelijk is. Dus nou ja, we kunnen altijd nog wat extra drijfjes bij het voordek en het achterdek erbij onderdoen. Als het nodig moet zijn. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het wel prima is.